VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Ja, de kans is denk ik klein dat ik nog terugkom in de shirt van VVV. VVV nam gisteren na de laatste wedstrijd afscheid van 11 spelers. Maar wie van die 11 zien we volgend seizoen misschien toch nog terug in de koel? Je ziet de 10 meest favoriete top 3 momenten. Maar eerst de hoogtepunten van de voorlaatste wedstrijd uit bij PEC Zwolle. Ook hier een slippertje en dan is Mlappa er vandoor met grote, ferme passen. Heeft Soetjes bij zich, maar Mlappa doet het zelf. En Boer met een perfecte redding. En het gezang zwelt weer aan. Grot met een versnelling, en dat is een flinke versnelling. Is niet af te stoppen. Grot weer op Boer af en weer heeft Boer hem. Post. Dit is wel een goed balletje op Joosten. Joosten. Daar is Grot en die krijgt hem op een of andere manier naast. Via een speler van Zwolle nog. Namli kan hem nog een keer gaan inbrengen. De lucht mag toch nog aanwezig. Die heeft die bal uiteindelijk in de voeten en dan schiet hij hem lekker binnen. Lennart Die, de man in vorm bij PEC Zwolle, doet het weer. Scoort weer in een thuiswedstrijd. Zoals hij de laatste thuiswedstrijden vaker deed. En PEC Zwolle met de eerste grote kans op voorsprong. Susic stuurt Mlappa weg. Mlappa tussen twee spelers van PEC, blijft hij ze de baas en scoort hij de 1-1. Wat is dat toch een uitstekende spits. Nummer 13 van het seizoen. De meest scorende buitenlander ooit voor VVV. En Lachman en Nakayama kunnen hem niet afstoppen. En vanaf 16 meter passeert hij Diederik Boer. Joosten. Grot is er vandoor. Ja, natuurlijk. En Grot kan alleen op Boer af en maakt niet de 2-1. Nog absoluut. Een acceptabel niveau, Diederik Boer. Maar is toch gezien bij deze goal van Mlappa. 2-1 voor VVV. Voor de 14e keer dit seizoen dat ze geklopt worden uit een hoekschop. Jaap Stam heeft veel op de rit gekregen, maar het verdedigen van spelervattingen niet. Grot met Van den Berg. Van Ooyen zou het een keer kunnen proberen. Van Ooyen en Boer blundert. Bij zijn afscheid. En dat gun je niemand. De goal komt op naam van Ooyen. En Diederik Boer zal zich dit aantrekken. Van Ooyen maakt die bal natuurlijk wel goed vrij. Dat moet je hem nageven. Grot. Veel sterker natuurlijk dan Van den Berg. Mlappa staat klaar en Mlappa maakt zijn hattrick. Nummer 15 van de competitie. En dus de eerste speler van VVV met een hattrick sinds Lennart Die. En het wordt geen droomafscheid, maar een horrorduel. En die bal die gaat zo langzamerhand een rol spelen natuurlijk. Oenestal, ja, die trapt hem heel slim helemaal verkeerd. En dan redt hij ook nog. Opmerkelijk moment. Kan nog altijd en dan zit hij erin. Een doekje voor het bloeden. Anders zal dit niet aanvoelen, de goal van Stanley Elbers. Het seizoen eindigde gisteravond thuis tegen Vitesse met een 1-3 nederlaag. Een wedstrijd om snel te vergeten met een vroegtijdig afscheid van Oenerstal en met de tweede treffer in Venlo'se dienst van Ooyen. Deze wedstrijd zal vooral de geschiedenisboeken ingaan als afscheid van een mooi seizoen met een 12e plaats. Het was voor veel VVV'ers de laatste wedstrijd. De club nam afscheid van 11 spelers die vertrekken of nog geen nieuw contract hebben getekend. Dit was niet de laatste wedstrijd die jij even ook had, hè? Nee, natuurlijk niet. Hoe gaat het nu met je? Wat is er precies gebeurd? Ja, ik heb nu een beetje pijn in die binnenband van die knie. Maar ja, dan moet je die dagen maar kijken wat daar gebeurt. Hoe kijk je terug op dit seizoen? 12e plek met VV, dat is een geweldige prestatie. Ja, natuurlijk. Ik denk dat het was een geweldige seizoen met van die hele ploeg. En nu zijn we klaar. En,
Ja, we hebben echt een goede seizoen gespeeld. Ik vind dat we nu na de winterstop het iets langer volhielden. En ik denk dat daardoor dat we hoger zijn geëindigd dan vorig seizoen. Vorig seizoen zag je dat we na de winterstop gewoon met heel veel klachten zaten en daardoor gewoon minder presteerden. Maar nu waren we allemaal wat fitter, denk ik, en daardoor het langer volgehouden. Ik denk zelfs dat we nog meer punten hadden kunnen pakken. Er zijn wedstrijden waarin we thuis tegen PSV, thuis tegen Ajax, weet je, dat soort wedstrijden, ik denk dat we daar wel meer uit hadden kunnen halen. Zo kan er nog een paar wedstrijden op noemen, maar ik denk dat je al met al gewoon tevreden moet zijn met deze positie. Maar ook over jezelf, heb je naar je gevoel gedaan wat je kon? Had je beter gekund, had je meer willen spelen? Ik had sowieso meer willen spelen, maar je weet dat als je ergens komt dat je je plek moet verdienen en niet zomaar krijgt. En de trainer had al aan het begin van het seizoen gezegd van... zijn basis was met Gerald en met Niels. Ja, die hebben een goed seizoen daarvoor gedraaid. Dus waarom zou hij die uit elkaar halen? Dat begreep ik ook. Dus ik moest me erin knokken. En dan heb ik dat eerst gedaan op rechtsback en linksback. En wat niet mijn favoriete posities zijn, dat weet de trainer ook. Maar ik kan daar wel spelen en dat heb ik ook gedaan. En ja, de laatste wedstrijd in het midden en dan uiteindelijk wel tevreden. Ja. Meer wedstrijden. Hoger op de stand op de ranglijst natuurlijk. Ja, voor mezelf veel wedstrijden gespeeld. Dat is altijd lekker natuurlijk. En toch zo nu en dan een goaltje meegepikt, een assistje meegepikt. Dus voor mij is het een mooi Eredivisie seizoen geweest. 15 toren, een record voor een Oostlander in de Eredivisie in Venlo. Die supporters die vergessen dich niet meer. Ja, dat was een beetje mijn ziel. Ne? Nach Lenny T waren die sehr begeistert van deutsche Spielern. Jetzt bin ich gekommen, ich habe nochmal ein bisschen besser gespielt und vielleicht schafft er nächstes Jahr nochmal besser zu spielen. Hoffen Sie in Venlo noch ein Jahr oder vielleicht irgendwo anders? Ich weiß nicht, was passieren wird mit mir. Ich mache mir da keine Gedanken. Ich habe jetzt Urlaub und danach schauen wir, wie es weitergeht. Da wird Abschied von Ihnen genommen, aber da gaan Gespräche, als es gut ist, hè? Ja, die gesprekken zijn geweest inderdaad. De laatste tijd hebben we geen gesprekken meer gevoerd, dus de kans is denk ik klein dat ik nog terugkom in de shit van VVV. Want komen jullie er niet uit? Ben jij toe aan iets nieuws? Waar ligt de reden? Ja, we zijn er tot dusver niet uitgekomen en toen heb ik ook overwogen en alles naast me neergelegd. En, de voor- en nadelen naast elkaar neergelegd en heb ik toch te veel twijfels gehad om het daarvoor te verlengen, zeg maar. Dus ik dacht toch van na 4 jaar is het dan misschien mooi om een nieuwe uitdaging te zoeken. Is er interesse? Ja, er is zeker interesse. Dus wat dat betreft heb ik niet te klagen, moet ik zeggen. Maar als ik in Nederland blijf, want mijn ambitie ligt eigenlijk ook in het buitenland. Als ik in Nederland blijf, had ik graag nog bij VVV gebleven. Maar we zijn er tot dusver nog niet uitgekomen. Dus misschien is het een andere Nederlandse club, maar... Mijn ambitie ligt wel in het buitenland. Buitenland, wat moeten we dan aan denken? Alles? Ook Zandbak? Ja, Zandbak wil ze niet zo heel snel graag een rechtsback halen. Dus dat is mijn nadeel als rechtsback. Maar ik sta voor alles open. Als mens wil ik me ook verder ontwikkelen. En daar zie ik het buitenland ook als een mooie stap voor. Dus niet alleen op voetbalgebied, maar ook zeker als mens. Eindigt hier het verhaal van Jonathan de Boeken bij VVV? Dat weet ik nog niet. We zijn in onderhandeling wel. Misschien komen we eruit, misschien niet, maar voor de zekerheid wouden ze afscheid nemen. En, het is natuurlijk, ik heb het hier goed naar mijn zin, 4 jaar gespeeld. En waarom zou je dan snel weggaan? Dus, de gesprekken zijn nog gaande of ligt ze langer stil? Die zijn gaande. Dus we kunnen met een gerust hand naar huis toe en van de week horen wel dat je bij hebt getekend? Misschien wel, misschien niet. Maar ik heb het altijd naar mijn zin gehad in Venlo. Ik ben nog wel met de club aan het praten over een eventueel vervolg, maar dat is afwachten. Ja, want een degelijke centrale verdediger. Het is wel iets wat VV nodig heeft, daar ook met de blessure van Gerald. Je bent er welkom voor versterking, ook voor komend seizoen. Geef maar door aan Stan Volks. Nee, we zijn wel in gesprek nog en we gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. En dan zullen we zien. Moreno Rutte die gaf net aan dat hij niet terugkeert bij VV, naar alle waarschijnlijkheid. Vacature op rechtsback. Zie je het zitten? Nee, doe maar het midden gewoon. Pak het midden. Wie goed is dein Niederländisch? Ja, ein bisschen besser dan Anfang von der Saison. Kannst du sagen, alles hier ist VVV? Ja, das konnte ich nach 2 Tagen schon sagen. Alles hier ist VVV. Eerder op de dag kwam trouwens naar buiten dat Maurice Steijn de aanbieding voor een verbintenis bij PEC Zwolle naast zich neer heeft gelegd. De Haagse oefenmeester vertrekt dus vooralsnog niet bij de club. Nou, uiteindelijk
Kom je op basis van de voorwaarden. En ook wel een beetje de tijdsdruk, moet ik eerlijk zeggen. Want ik had gewoon iets meer tijd nodig om een aantal dingen te regelen. En PEC wilde eigenlijk heel snel schakelen. Die wilde eigenlijk niet wachten. En dan kom je op het moment dat je er niet uitkomt. En dat is in heel goed overleg gegaan. En PEC heeft er ook gisteren ook een keurig statement naar buiten over gebracht. En ja, soms kom je daar tot de conclusie dat het gevoel goed is. En dat ik had ook echt een prima gevoel bij de club, bij de mensen daar. Ja, dat je er niet uitkomt. En dan moet je allebei verder. En meer van dit interview zie je op Hemelvaartsdag 30 mei in een speciale terugblik uitzending van VVV TV. Het hele seizoen mochten spelers en technische staf hun favoriete wedstrijdmoment van dit seizoen kiezen voor de top 3 van VVV. Dit waren de 10 meest favorieten. Opoku. Grot. Ja! Grot is dan toch de joker. En dan is het 1-1. J. Roy Grot. Daar waar het een paar minuten geleden lange tijd 2-0 leek, is het nu 1-1. Het is een wedstrijd waar de spanning op zit, omdat beide ploegen de punten goed kunnen gebruiken. Nu hebben ze er allebei één. Met heel veel lengte dus bij VVW voorin. Maar daar komt die bal niet. Nu wel bij Post. Zo, Danny Post. Wat een goal zeg. Ho, 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 wat een knal. En zo zal Chabot nog wel eens even nadenken over de corner die hij weggaf. Wat een geweldige goal van Danny Post. Het wordt weer Susic in de eerste helft. Mocht hij het twee keer proberen, was hij niet zo succesvol. Nu laat hij het dan toch over aan Joosten. En die zit er wel in. En dan staat het 2-0 voor VVV. Prachtige vrije trap van Patrick Joosten. Van der Hart is geklopt. Messaoud die de bal goed meeneemt. En daar is de bal binnen. Nee. Wat een goede redding van Oenerstal. Geweldige aanval ook van Excelsior. Een prachtige paas van Bruins. Eindelijk de diepte gezocht. Goede beweging van Messaoud om Post heen. En dan Omarsson. En weer die reflex van Oenerstal. 28e minuut. Susic. En deze is zonder twijfel in de bovenhoek. Nu laat hij het dan toch over aan Joosten. En die zit er wel in. VVV wint met 2-0 van PEC Zwolle. Na 5 wedstrijden zonder overwinning weer eens 3 punten voor de formatie van Maurice Stijn. Nu terugleggen, Mlapa en Seuntjes. De doorkop is van een speler van Fortuna. En Mlapa profiteert daar geweldig van. Paco Selef is daar gezien. En dan is dit 3-1. En wint VVV deze wedstrijd tegen Fortuna Sittard met 3-2. Hier Seuntjes en Joosten daar vlakbij. Joosten daar vlakbij. Joosten kapt naar de man uit en schiet die bal binnen. En ook Van Ooyen. Rood aangekleurd. Juicht mee. Want het staat 2-2. En dan gaat er toch met z'n tienen een punt gepakt worden. Er wordt nog afgetrapt. Maar dan wordt er ook meteen afgefloten. Ho. Ook weer de ruimte om zelf uit te halen. Oh! Ja, bij de eerste had je nog het gevoel, daar zit wel heel veel geluk bij. Van richting veranderd, wat doet Swinkels nou precies? Dan kan je een hoop vraagtekens zetten bij wat ADO daar allemaal doet. Geen vraagtekens nodig, dit is een werelddoelpunt. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek.
En VVV staat met 1-0 voor. En dan heeft niemand het meer over al die doelpunten die de deur uitliepen. Leemans, T, Van Krooi, want Post is er nog. Versneld. En haalt volle overtuiging de trekker over. En dan komt Wellenreuter er niet meer bij. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.